Tweelingen, welkom bij jullie reading. Wat kun je nog verwachten vanaf nu tot het einde van het jaar? Dus we gaan kijken naar oktober, november, december. Dit is voor iedereen die tweelingen in zijn zon, maan of ascendant heeft. En dit is een algemene reading, dus het kan niet en zal ook niet voor elke tweeling resoneren. Neem daarom mee wat past bij je situatie, wat je herkent en laat de rest los. We gaan beginnen met het Aartsengelen Power Tarot deck. Voor de maand oktober, universum, welke boodschappen mogen wij ontvangen voor de maand oktober voor tweelingen? En ik zal de reading afsluiten met een kaart van het Sterrenlicht Orakel. En ik zal jullie de boodschap ook voorlezen die erbij hoort. Het zijn lange boodschappen, maar wel hele mooie, ja, toepasselijke boodschappen. Universum, 3 kaarten alsjeblieft voor de tweeling voor de maand oktober. Wat is de belangrijkste boodschap die tweeling mag ontvangen voor de maand oktober? Graag een heldere en duidelijke boodschap voor tweelingen. Ja, dank u wel. Nog 2 kaarten alsjeblieft voor de tweelingen. Nog 2 kaarten alsjeblieft voor tweelingen voor de maand oktober. Tweelingen, wat is de belangrijkste boodschap? Wauw, een Hoge priesteres. Nog 1 kaart alsjeblieft. Universum voor tweelingen. Voor de maand oktober. Tweelingen. En dat zijn er 2 tegelijk. Die laten we ook bij elkaar liggen. En onder op het dek. Een grote arcana kaart tweeling. Perspectief. Kaart nummer 12. Wat vereenvoudigd kan worden tot het cijfer 3. Oeh, en daaronder. Nog een 3. De wereldkaart. Er gaat iets afgesloten worden in de maand oktober. Een gelukkige afsluiting van iets, ja, waar je over in je hoofd hebt gezeten. Iets, ja, wat teleurstelling, pijn, verdriet, spijtgevoelens, noem maar op. Je weet zelf hoe dit in je situatie resoneert. Maar dit wordt afgesloten. Je gaat de situatie vanuit een ander oogpunt bekijken. Je gaat kijken ook naar de toekomst vanuit een ander perspectief met de gehangene kaart hieronder op het dek. Ik leg hem hier neer. Er is een betere manier. Je neemt een pauze om inderdaad te reflecteren op je situatie en inzichten te krijgen. En daardoor kun je iets op een, ja, mooie manier, op een gelukkige manier afsluiten. Met de gehangene die we hier hebben liggen. Als eerste kaart, de koning van Ariel. Dit is de koning van Pentakels. Een hele stabiele energie met de koning van Pentakels. Aarde energie, stier, maagd, steenbok. Je plannen zullen succesvol zijn. Dit is iemand die succesvol is. Iemand die wellicht gericht is op zijn carrière. Iemand die heel ambitieus is, hard werkt. Zorgt voor financiële stabiliteit. Iemand die met beide benen op de grond staat. Praktische stappen zet, praktisch denkt. En zijn middelen inderdaad op een wijze manier inzet. Maar dit is iemand die al het nodige bereikt heeft in zijn leven. Iemand die stabiel is. En dan hebben we de hoge priesteres. Waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. En dit kan te maken hebben met je intuïtie. De hoge priesteres is iemand die dingen weet. Doordat ze inderdaad de dingen juist aanvoelt. Dit is ook weer een kaart van reflecteren en mediteren. Waardoor je hele waardevolle inzichten verkrijgt. Iemand die haar emoties voor zich houdt. Het kan iemand zijn die heel mysterieus overkomt. Dus tweelingen, het kan zijn dat je met een aardeteken of een waterteken te maken hebt. En dan sterk vissenenergie. Maar we hebben hier nog een grote arcana. Dus we hebben 3 grote arcana kaarten van de 5. Die hier omgekeerd liggen. Dus dit staat voor grote veranderingen. We hebben kaart nummer 9. Epiphany, een inzicht. En ik heb het gevoel dat dit met je intuïtie te maken heeft. Kan zijn dat jullie inderdaad spiritueel zullen ontwaken of wakker worden, hoe je het wil noemen. Met die 3 kaarten, perspectief, inzicht, de hoge priesteres. Kan zijn dat je een lichtwerker bent, sommige van jullie. En je bent gefocust op je carrière, op je stabiliteit, op je financiën. En dit is iets waar je niet opgeeft met de staven 9. De staven 9 is ook een gewonde strijder. Dus jullie zijn al door heel wat problemen, obstakels hebben moeten overwinnen op je pad.
Maar je bent vast besloten gebleven om door te blijven gaan. Je blijft doorgaan. Je hebt die daadkracht, dat doorzettingsvermogen. Je hebt een doel voor ogen wat je wil bereiken, tweeling. En daar ga je voor. En je bent, je staat klaar voor alles wat er op je pad mag komen. Dit is wel een energie ook van uitputting, kan het zijn. Omdat je al zoveel hebt moeten overkomen. En in een continue staat van alertheid bent. Dit kan ook een gevoel zijn van iets niet vertrouwen. Maar ik heb het gevoel dat jullie al een hele lange weg gegaan zijn. Je wellicht op dit moment meer spiritueel aan het ontwikkelen zijn. En ook aan het werken bent aan je schaduwkanten in de maand oktober. Met de kaart Epiphany. Dit is de kluizenaar. Dus we hebben heel sterk ook maagdenergie op de tafel. En dit is ook een boodschap op deze kaart van een licht zijn voor anderen. Dus zoals ik zei, sommigen van jullie kunnen een lichtwerker zijn. Helderziend, heldervoelend. En je kunt andere mensen ook helpen. Je bent een licht voor andere mensen. Je kunt andere mensen advies geven in hun situaties. En ja, je krijgt antwoorden inderdaad door je rust te nemen, door je terug te trekken in jezelf, door te mediteren. En ik heb het gevoel dat dit de belangrijkste boodschap is voor jullie voor oktober. Je bent vast besloten om een bepaald doel te bereiken. Maar met die kaart inderdaad onder op het dek, die wereldkaart, je sluit iets af. Je bent aan jezelf aan het werken om inderdaad vooruit te gaan in je situatie. En je gaat op een andere manier de dingen zien. Waardoor je inderdaad inzichten verkrijgt. Waarom? Nee, ik ga niet overklaren. Ik ga nou eerst de kaarten voor november schudden. En dat gaan we doen met het Golden Tarot Deck. Universum. Welke boodschap mag er uitkomen voor tweelingen voor de maand november? Ja, wauw, tweelingen. Kan zijn dat er iemand op je pad komt. Nieuwe liefde. Waterteken. Schorpioen. Kreeft. Vissen. Heel sterk waterenergie. Het kan iemand zijn die dus op dit moment al in je omgeving is. Het kan iemand zijn die je in een ander licht gaat zien. Wat mogen we nog meer ontvangen voor november voor tweelingen? Het kan iemand zijn die in je omgeving is en heel veel liefde voor je voelt. Iemand die ook zelf het nodige mee heeft gemaakt, maar emotioneel volwassen is. Iemand die gevoelig is, behulpzaam is, begripvol is. Maar iemand die inderdaad door dingen die hij of zij doet laat zien dat er liefde is naar jou toe. Met die koning van kelken. Dit is iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. En iemand die een nieuwe start wil maken. Een nieuw begin, een nieuw avontuur wil aangaan. En dit is een klein nieuw begin. Met de schildknaap van staven, vuurenergie, ramleeuw, boogschutter. Wat mogen we nog meer ontvangen voor november voor tweelingen? Voor november voor tweelingen. Mogen we nog meer ontvangen voor tweelingen? Voor november. Oeh. De duivelkaart. De duivelkaart kan staan voor een toxische band die je met iemand hebt. Het kan staan voor denkpatronen, obsessief zijn. Het kan staan voor slechte gewoontes, de controle willen houden over een situatie. Steenbok-energie, je kunt ook gewoon te maken hebben met een steenbok. Onder op het dek hebben we hier de schildknaap van kelken. En dit is iemand die zijn emoties uit. En wederom een schildknaap. Dus deze persoon die hier binnenkomt. Ik heb het gevoel dat dit wel een hele liefdevolle persoon is. Maar we gaan zo kijken waarom hier de duivel ligt. Dit kan jullie eigen energie zijn. Je wil misschien de controle over een bepaalde uitkomst hebben. De schildknaap van kelken. Als algemene energie. Ja, emoties die geuit worden. Oeh, en we hebben de keizer onder op het dek. Ramenergie.
Dus je kunt misschien het gevoel hebben dat het iemand is die wat dominerend is. Iemand die ja, controle wil houden. Iemand die misschien geobsedeerd is. Of iemand die ja, ongezonde gewoontes heeft. Iemand die niet stabiel is. Iemand die gefocust is op bijvoorbeeld passie. Dus we gaan het zo zien. We gaan eerst de kaarten voor december schudden, universum. En ik ga hier de invloed van de engelentarot schudden voor jullie voor de maand december, tweeling. Wat is de boodschap voor tweeling voor de maand? Wow, december, mooi. Heel mooi. Jullie beginnen met de kaart gerechtigheid. Wauw, de kelken 6. En de koning van staven. Gerechtigheid, balans, karma en gerechtigheid in je situatie. Kelke 6. Dit kan een soulmate energie zijn die er voor je binnenkomt. Maar dit kan ook gerechtigheid zijn over een situatie in het verleden. Met de kelke 6. Dit is nostalgie over het verleden. En we hebben hier een koning van staven. Ram, leeuw, boogschutter. En we hebben weegschaal energie met de gerechtigheid. Oeh, dus daar kan een vuurteken binnenkomen. Of een waterteken met heel veel vuur in zijn sterrenbeeld. Je kunt ook met een nieuw persoon te maken hebben die al in je omgeving is. Iemand die behulpzaam is. Iemand die inderdaad gevoelens voor je heeft. En dit zal gaan uiten in de maand november. En er zal wellicht gerechtigheid komen met een soulmate. En dit kan iemand zijn waar je kinderen mee hebt. En dit kan een vuurteken zijn. Ram, leeuw, boogschutter. Balans kan er komen in de maand december. Want er is met deze koning van zwaarden onder op het dek een energie van gerechtigheid. Deze koning van zwaarden staat ook voor rechtvaardigheid en communicatie. Dus er is een situatie, met een vuurteken heb ik het gevoel, waar er balans zal komen. En waar je misschien lang op hebt gewacht. Het is iets uit het verleden, want daaronder ligt de pentakels 7. Tweeling. Nou, we gaan de kaarten verklaren. We beginnen bij de maand oktober. Zoals ik zei, je zult alles vanuit een ander perspectief gaan zien. En inderdaad vertrouwen op je intuïtie. Misschien zijn jullie op het spirituele pad. Andere mensen helpen. Waarom ligt hier de kaart de gehangene? Die wordt verklaard door de zwaarde 4. Ja, inzichten die komen door stille meditatie. Je terug te trekken, je rust te nemen. Het kan zijn dat je uitgeput bent, zoals ik zei, met die staven 9. En het hoeft niet alleen lichamelijk te zijn, het kan ook mentaal zijn. Een bepaalde situatie heeft je heel erg in je hoofd gehouden. En je hebt rust nodig, is de boodschap in de maand oktober. Dus neem ook je rust, tweeling. Probeer die stress... Probeer te ontstressen en mediteren is wellicht een hele goede manier. Door je rust te nemen kun je inderdaad die inzichten krijgen. Hele spirituele kaarten voor de maand oktober. Ik heb het gevoel dat jullie echt aan jezelf aan het werken zijn. En ook wellicht je spiritualiteit, die ontwikkeling gaan doorvoeren in je carrière. Met die koning van pentakels. Dit is iets wat jou ook voor jezelf stabiliteit brengt, maar ook voor anderen. Maar ook op financieel gebied. Dan wil ik graag weten in de maand november. Waarom ligt hier die duivel? We hebben zo'n mooie energie met de koning van kelken. Iemand voelt veel liefde voor je. Maar heeft misschien zijn twijfels omdat hij of zij het gevoel heeft dat de connectie toxisch is. Dat zou ook kunnen. Waarom ligt hier die duivel in de maand november? Waarom ligt hier de duivel voor tweelingen in de maand november?
universum. Waar heeft die duivel mee te maken voor de maand november? Voor tweelingen. Ja. Met angsten. Emoties. Controle willen houden over een uitkomst. Maar er is onzekerheid. Dit kan de energie zijn van je persoon. Want we hebben hier die koning van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. Het is misschien ook jouw energie. Je bent inderdaad, je staat in je kracht. Je bent emotioneel in balans. Als dit jullie energie is. Je kunt sterk water ergens in je sterrenbeeld hebben. Je wil een nieuw avontuur aangaan. Maar er is inderdaad onduidelijkheid. Er is angst inderdaad om voor de toekomst. Voor het onbekende. De dingen zijn niet zoals ze lijken. Nog een kaart voor de duivel. Oeh, ja. De wereld. En de wereld staat voor een nieuw gelukkig begin. En ook voor een gelukkig einde. Een verandering die positief is met de wereldkaart. Je bent gegroeid, ook op spiritueel vlak. Je hebt gewerkt aan je schaduwzijde. Je bent bezig geweest met healen. En dit loopt nog in de maand oktober. En je kunt een nieuwe reis aangaan. Maar je bent misschien bang voor het onbekende. Maar we hebben dus drie grote arcana kaarten op elkaar. Je bent bang voor die hele grote verandering. Waarom ligt die wereldkaart hier? Tweeling, weegschaal, waterman. De koning van zwaarden. En die hebben we hier ook liggen onder op het dek. Rechtvaardigheid. En dit is iemand die inderdaad emotioneel, of in ieder geval zijn verstand gebruikt, in plaats van emoties te laten meespelen. Nog een kaart voor de wereld. Voor tweelingen in november. Nog een kaart voor de wereld. De zwaarde 10. En de zwaarde 10 kan staan voor een pijnlijk einde. Maar met die wereldkaart spreekt van een gelukkig einde. Een oplossing. Een cirkel wordt eindelijk rond. En dit kan voor jullie een pijnlijke periode zijn geweest. Met de zwaarde 10. Maar eindelijk komt er wellicht communicatie binnen. En dit kan zijn van een instantie, van een autoriteit. Dit kan ook zijn van iemand die inderdaad zich emotioneel heeft teruggetrokken van jullie connectie. Kan online communicatie zijn wat er binnenkomt. Wie is die koning van zwaarden? De koning van zwaarden. Boogschutter-energie. En dit is de gematigheidkaart. Dus er kan communicatie komen van een boogschutter die inderdaad balans wil brengen in jullie situatie. Dit is een kaart van geduld. Dit is een kaart van je wordt beschermd door je engelen. De juiste weg wordt je gewezen. Dit is een kaart van een compromis. Tussen twee personen. Een kaart van healing. Iemand wil de connectie tussen jullie inderdaad healen. In balans brengen. En het kan een pijnlijk einde zijn. Maar wat uiteindelijk leidt tot iets goeds. Je kunt verder. En je hebt misschien angst inderdaad voor het nieuwe begin. Of inderdaad, de situatie is niet wat het lijkt. En het kan komen door de ervaring die je hebt met deze persoon in het verleden. En dan hebben we onder op het dek weer de zware 4. Je terugtrekken, herstellen, healen van die 10 van zwaarden. En dit ligt allemaal onder de duivelenergie.
Dus het kan zijn dat er inderdaad een soort van blokkade is om verder te gaan in je situatie. Er is iets wat je terughoudt als het gaat om dit nieuwe begin. Die schildknaap van staven. Waarom ligt hier de schildknaap van kelken? De schildknaap van kelken. Dus algemene energie voor de maand november. De schildknaap van kelken. Voor tweelingen. De schildknaap van kelken. Schildknaap van kelken. Dat kan communicatie zijn. Gevoelens. Die geuit worden. Maar jij hebt nog het gevoel vast te zitten in een bepaalde situatie waardoor je je niet kunt bevrijden. En het heeft te maken inderdaad met die duivelenergie, met angsten eventueel. Of iemand, een situatie met iemand, een persoon. En het kan een vuurteken zijn, ram, leeuw, boogschutter, een steenbok, kreeft, vissen, leeuw, stier, waterman, schorpioen, boogschutter wederom. Met de zwaarde 8 is dit inderdaad een situatie waar je jezelf uit kunt bevrijden door een keuze te maken. Want dit is wat naar je toe komt. Een schildknaap van pentakels. Iemand uit zijn gevoelens. Iemand wil een nieuwe start maken. Iemand wil een nieuwe... Ja, ziet jou inderdaad als iemand om een relatie mee te beginnen. Een nieuwe reis te gaan maken. Iemand heeft misschien hele sterke gevoelens die hij of zij niet kan negeren. Maar deze persoon kan ook door zijn ervaringen in het verleden. Het kan zijn dat deze persoon net uit een toxische relatie komt. Of net een relatie heeft beëindigd met de wereldkaart, met een zwaarde 10. Deze persoon zit misschien nog in de knoop met zijn emoties ook met die maankaart. En dat kan een waterteken zijn, zoals ik zei. Maar deze persoon heeft gevoelens voor je en wil deze uiten. We hebben 3 schildknapen. Hier liggen. Dit is dus een pril nieuw begin. Maar we hebben ook die koning. Sterke emoties. Liefde. De koning van kelken geeft liefde. Heeft heel veel liefde te geven. En ziet een nieuw begin. Een nieuw avontuur. Met je. Maar ik heb het gevoel dat deze persoon misschien nog niet direct actie durft te ondernemen. Ja, kijk. Deze persoon dagdroomt over je. Kelken 7. En draai de rollen om. Het kan ook jullie energie zijn, hè? Dit is weer waterenergie. Opties hebben. Inderdaad, wat is de beste weg? En nog niet direct een keuze kunnen maken. Er is nog onduidelijkheid. En dat hebben we hier ook liggen met die maan. Het is misschien nodig om inderdaad meer informatie uit te zoeken. En het is misschien nodig voor deze persoon om nog aan zichzelf te werken. Kijk, jullie energie hier in de maand oktober heel duidelijk. Je werkt aan jezelf. Je bent volhouder. Je gaat voor je succes. Je bent ook succesvol. Je werkt aan je stabiliteit, je spirituele ontwikkeling. Maar het kan zijn dat deze persoon misschien nog niet klaar is om met die wereldkaart inderdaad een nieuwe start te maken. Omdat onlangs een bepaalde situatie is beëindigd en er is nog healing nodig met de gematigheidkaart. Dit is een kaart van geduld ook. Dus kijk hoe het resoneert. Maar er is iemand inderdaad, sterk vissenenergie, die gevoelens heeft voor je, tweeling. Mogen wij verwachten voor december? Waarom ligt hier in december voor tweelingen de gerechtigheid? En die wordt verklaard door de krachtkaart. Leeuwenergie.
leeuw en weegschaal. Dit staat voor kracht, voor je moed, durf. Je bent blijven volhouden in een situatie. Er komt gerechtigheid in een situatie die misschien heel veel energie van je gekost heeft. Kijk onder op het dek. De gehangene en de geliefden. Vissenenergie wederom en tweelingenergie. Jullie eigen energie. Een keuze ga je maken in de liefde. En dit brengt inderdaad gerechtigheid. Waarom ligt hier die kelke 6? Voor tweeling. De kelken 6. Soulmate energie. Je gaat communiceren en dit kan zijn met een soulmate energie. Dit kan zijn met een leeuw of een vuurteken. Dit kan zijn met een weegschaal. En dit heeft te maken met een relatie. Met de pentakels 3. Dit is ook een kaart van werk. Dit is een kaart van werken aan je skills. Een kaart van samenwerken. Waardering krijgen voor je werk. Teamwork. En de kluizenaar, maagdenergie. Het innerlijk licht schijnen. Dit heeft weer met werken aan jezelf te maken. Dus ik heb het gevoel dat jullie inderdaad een persoon uit het verleden waar je wellicht mee te maken hebt gehad. Door het werken aan jezelf inderdaad. Kun je inderdaad op een positieve manier hierop terugkijken. En je neemt inderdaad je geleerde lessen mee. Voor de toekomst. Je omarmt inderdaad ook je innerlijke kind. En je kunt vergeving voor de persoon hebben. Of voor de situatie die er heeft plaatsgevonden in het verleden. Waarom ligt hier die koning van staven? Koning van staven. Voor tweelingen. De koning van staven. Wie is de koning van staven? In de maand december. De koning van staven. Wordt verklaard door de pentakels 8. Koning van staven. En de pentakels 8 heeft te maken met ergens aan werken. Ook weer werken aan je talent. Maar ook vooral ook werken aan financiën. Dit kan iemand zijn die vooral gefocust was op zijn financiën. Iemand die emotioneel niet gaf, niet beschikbaar was in jullie connectie. We hebben hier de dwaas. Ja, iemand die in het verleden een keuze heeft gemaakt inderdaad om te werken aan zijn stabiliteit. Inderdaad, geld was misschien eerste prioriteit. Iemand heeft een nieuwe start gemaakt of wil een nieuwe start maken. En dit kan ook iemand zijn die je mist. En iemand die zelf door een spirituele weg heeft bewandeld. Iemand die zelf aan zichzelf gewerkt heeft. En inderdaad klaar is om inderdaad in de diepe te springen. Om een nieuwe start te maken. Iemand die heel veel passie voor je voelt. Maar dit is iemand of iemand uit je verleden inderdaad, of een soulmate waar je in een vorig leven een contract mee hebt afgesloten. En dit kan ook de persoon zijn die we hier hebben liggen, het waterteken, schorpioen, kreeft, vissen. Waarom ligt hier de koning van zwaarden? 2 keer hebben we de koning van zwaarden. De koning van zwaarden heeft te maken met iets wat wordt beëindigd. En het kan een persoon zijn. Maar dat kan ook een situatie zijn. De koning van zwaarden wordt verklaard door de pentakels 4. Een energie van nemen, vasthouden, niet willen veranderen. En dan hebben we de schildknaap van pentakels.
En de schildknaap van Kelken. Ja, dus dit kan iemand zijn uit je verleden. Dit kan iemand zijn waar je kinderen mee hebt. En iemand die inderdaad emotioneel niet gaf in deze connectie. Iemand die ja, andere prioriteiten had. Een foute keuze heeft gemaakt en daar nu spijt van heeft. En balans wil brengen in je situatie. Dus tweeling, het kan zijn dat er iemand terugkomt uit je verleden. Iemand die aan zichzelf heeft gewerkt in de tussentijd. Iemand die ook door een moeilijke periode is gegaan en nu balans wil brengen in jullie situatie. Rechtvaardigheid. Iemand die je mist, die terugdenkt aan herinneringen en je niet los kan laten met de pentakels 4. Het kan ook iemand zijn die inderdaad door financiële problemen heen gaat. Aan het werken is inderdaad aan zijn financiën. Iemand die inconsistent is. Wat onvolwassen kan zijn inderdaad misschien. Of op jou onvolwassen overkomt. Maar we hebben hier een keuze. Je gaat een keuze maken en dit kan een keuze zijn uit 2. De geliefde. En met de geliefde is er sprake van een hele sterke liefde die je voelt. En een wederzijds gevoel is dit. Ja, je gaat je grenzen aangeven. Dit is grenzen aangeven met de staven 7. Staan voor waar je in gelooft. Er gaat een keuze gemaakt worden en je gaat inderdaad vertrouwen op je intuïtie. Je weet wat goed voor je is en heb je te maken met 2 personen, verleden en heden. Ga je de situatie inderdaad vanuit een ander punt zien. En dit begint al in de maand oktober. Dat dit inderdaad speelt. Dat je dingen vanuit een ander ooghoek gaat zien. Ingevingen krijgt. En ik heb het gevoel dat er al iemand nieuw in je omgeving is. Iemand waar je nog geen liefdesrelatie mee hebt gehad, maar iemand die zijn gevoelens gaat uiten in de maand november. Dus ja, kijk hoe het resoneert. Ik ga voor jullie als laatste kaart een kaart van het sterrenorakel, sterrenlichtorakel schudden. Voor tweelingen. Universum. Welke boodschap mogen wij ontvangen voor tweelingen? Een boodschap voor de rest van het jaar nog. Oktober, november, december. Wat is de boodschap voor tweelingen? Wat is de boodschap voor tweelingen? Welke boodschap mag tweelingen meenemen? Voor het resterende gedeelte van 2022. Wat is de boodschap voor tweelingen? Dat is de boodschap voor tweelingen, ja. En dit is de kaart. Vertrouw op het juiste moment. Vertrouw op het moment van je opwelling. Genoeg tijd. Dus ik ga de boodschap die erbij hoort erbij nemen. Degenen die het gevoel hebben dat ze hier met een bepaalde reden zijn, hebben vaak het gevoel dat ze tijd tekort komen. En ze maken zich steeds zorgen dat ze het moment misschien missen. Maar de enige manier waarop je het leven of jouw moment kunt missen, is je zorgen maken over dat je het mist. Het is nooit te laat om gehoor te geven aan een roeping. En je bent nooit te oud. De periodes in ons leven worden uitstekend georchestreerd. Loop niet vooruit en ga niet mee op de golf die nooit voor jou bedoeld was. Je zult je kostbare tijd en energie verspillen in plaats van ervan te genieten. Voor alles is een tijd en er wordt je gevraagd het huidige moment te vertrouwen. Laat ongeduld, vergelijken, competitie of paranoia je ingevingen nooit verstoren. Ja, en dat heeft te maken met die duivelenergie wat we hier hebben liggen. Het lijkt alsof iedereen tegenwoordig bang is.
Voortdurend wordt daar onderzocht of men misschien iets heeft gemist of dat men wordt bedreigd. Met zulke tegenwerkende krachten is het bijna onmogelijk om onze geest en ons lichaam op één lijn met onze ziel te krijgen. Maar nu word je eraan herinnerd om even diep adem te halen en te vertrouwen op je opwelling. Vertrouw op het huidige seizoen. De tijd raakt niet op. Er is tijd genoeg. Je hoeft je niet te haasten en het is nooit te laat. Een hele mooie boodschap. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Als het resoneert, dan geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En druk op die bel, zodat jullie kunnen zien wanneer ik een volgende reading post. Ik wens jullie nog een heel mooi jaar 2022 toe. En tot de volgende keer. Dag, tweeling.